Personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmiddag rond 1 uur een prikactie gevoerd. De medewerkers zijn namelijk ontevreden omdat de leiding van het ziekenhuis de koopkrachtversterking van 500 SRD over oktober nog niet heeft overgemaakt. Bondsvoorzitter Lloyd Pohl die zegt dat de leden niet langer het geduld kunnen opbrengen. Hij weet zelf niet waarom de koopkrachtversterking nog niet is gestort. Het besluit is dat de leden vandaag 1 uur vertrekken van het werk als de koopkrachtversterking is gestart. En morgen tegen 1 uur ook vertrekken als blijkt dat de koopkrachtversterking eveneens nog niet is gestart. Je kunt het zien als een prikactie, want we hebben wel de essentiële diensten dispensatie verleend. De SEH, want er zijn patiënten die behandeld moeten worden. Begrijpt u? En daarmee moeten we wel rekening houden. We hebben gesproken met de leiding van het ziekenhuis. Vandaag hebben we van de leiding van het ziekenhuis vernomen dat het elk moment gestort kan worden, maar dat hebben we nog niet gezien. Vandaag zijn de leden naar huis, maar morgen dan kijken we iets verder. Tot zover de bondsvoorzitter bij het AZP, Lloyd Pohl, over de situatie in het ziekenhuis. De medewerkers voerden vanmorgen een prikactie omdat de koopkrachtversterking nog steeds niet is gestort op hun rekening. Het actiemodel gaat door totdat het bedrag is gestort. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt een reactie te krijgen van de directie van het AZP. Aan ons werd medegedeeld dat directeur Claudia Marika Redan niet beschikbaar was voor commentaar.